Het is vandaag 1 mei, dag van de arbeid, oftewel Vrokkemang Day. Verschillende organisaties hebben in het kader hiervan boodschappen gedeeld met de samenleving. Zo geeft de minister van Arbeid, Zouhart Moustadja, in zijn 1 mei boodschap aan dat de regering er alles aan doet de dalende koopkracht van de loontrekkers enigszins tegen te houden. Een voorbeeld hiervan is dat de regering de tarieven van stroom, water en gas niet marktconform heeft aangepast. De NDP zegt in haar boodschap dat zij in het kader van deze dag gelooft in het creëren van een duurzaam en waardig arbeidsmilieu, welke leidt tot optimale en waardevolle arbeidsproductiviteit. Een dergelijk milieu draagt volgens de partij bij aan het realiseren van welzijn en welvaart van arbeiders en hun gezinnen. De ABOP concentreert zich op goed werk. Volgens de partij geeft goed werk voldoening en leidt tot maximalisatie van capaciteit en vaardigheden van de betrokkenen. Het heeft een positieve invloed op het welzijn en de welvaart. Het verhoogt het besteedbaar inkomen, hetgeen direct invloed heeft op de woonomgeving, educatiemogelijkheden, stressniveaus, voeding en de beschikbaarheid van medische behandelingen. Goed werk biedt verder loopbaanperspectieven en mogelijkheden tot ontplooiing, zodat werknemers en werkgevers vooruit mogen plannen. Al dus enkele fragmenten gehaald uit verschillende 1 mei boodschappen. ATV wenst de werkzame gemeenschap een bezinningsvolle dag der arbeid of Vrokkemang Day toe.